Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Il Ik ben officieel spreker voor Skyworld Community. Um, dat doe ik vanuit het communicatieteam en wij zijn binnen Nederland verantwoordelijk voor de communicatie van Skyworld Community, dan wel Unitsky String Technologies. Daarnaast ben ik uh, officieel gebruiker van de applicatie Adva Hunter en hier kom ik later in deze presentatie even kort op terug. Mochten er gedurende de uh, webinar vragen zijn, laat het ons dan gerust even weten. Onze telefoonnummers zullen wij uh, uit aan het einde van deze webinar delen dus dan kunnen jullie altijd met ons in contact komen mochten er vragen zijn waar even op dit moment geen antwoord op is of uh, als er een probleempje is ontstaan we jullie uh, ook even geen oplossing voor hebben het milieu is op dit moment een hot item dat wil zeggen dat uh, onze klimaat van onze aarde warmt met een uh, rap tempo op uh, ja helaas kunnen we daar niks aan doen maar wat we er wel aan kunnen doen is uh, met alle zorg voor dragen hoe we dat op een iets vriendelijke manier uh, ja, kunnen laten gebeuren. Kijk, tegenhouden kunnen we het niet. Uh, maar we kunnen het wel enigszins vertragen. En iets uh, met z'n allen ontwerpen of creëren dat wel degelijk zou kunnen werken voor onze aarde. Nou, zoals jullie weten zijn er heel veel ideeën die uh, in het begin goed lijken. Maar die uiteindelijk uh, ja, niet, uiteindelijk niet heel goed zijn. Dat hoeven het niet uh, moeilijk om te doen, uh, het is wat het is. Maar sinds 1978 is er ook een persoon bezig om. Zijn idee en zijn gedachtegoed om dat eigenlijk vorm te geven en te visualiseren. Nou, en wat is zijn idee? Zijn idee is eigenlijk om, uh, om iets te realiseren dat zorg draagt voor alle aspecten op onze aarde. Dus als we naar deze taart kijken, zien we dat die bestaat uit vier delen. Dan zien we dat er uh, een stukje bio. Ik uh, 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 kom even niet op het woord, uh, excuus, maar in ieder geval windenergie, uh, vruchtbare grondontwikkeling, transport. En uh, lineaire cities. Wij gaan ons in deze webinar uh, voornamelijk uh, focussen op het transport, uh, transportsysteemgedeelte, maar uiteindelijk is het een totaalconcept, dus al die uh, andere vier of drie kwarten horen uiteindelijk bij het totaalconcept van Unitsky String Technologies. Ja. En wie is de persoon achter de taart die jullie op een sheet terug hebben gezien? Nou, dat is Anatolij Yunitski. En Anatolij Yunitski is sinds 1978 bezig om zijn ideeën te visualiseren, vorm te geven en op dit moment uh, daadwerkelijk ook te produceren. Op het westelijk halfgrond is Anatolij Yunitski nog steeds een zeer onbekend persoon, maar hoe oostelijker je gaat op deze aardbol, hoe meer bekender uh, Anatolij Yunitski is. Hij heeft verschillende samenwerkingen met de Verenigde Naties. Verschillende prijzen uh, in ontvangst mogen nemen voor het werk wat hij heeft gedaan. En zo kan ik zijn lijst van wat hij heeft uh, weten te verwerven alleen maar groter maken. En hij heeft destijds een uh, visioen gehad. En het klinkt misschien een beetje uh, zweverig, maar het was een visioen uh, dat hij eigenlijk onze aarde uh, beter achter wilde laten als dat het nou is. Nou, dat is best wel knap als je 40 jaar uh, terug gaat in de tijd. Dat je dan uh, iets kunt ontwerpen wat, uh, wat er heden ten dagen nog steeds modern uitziet. En dit is Anatolij Unitschke met een van de vele patenten die hij in de afgelopen jaren heeft weten te verwerven. Het is zo dat elk schroefje, elk moertje wat hij ontwerpt, uh, dat moet gecertificeerd worden, dus beschermd worden. Op het moment dat het niet ge uh, gebeurt, dan zou de concurrentie ermee uh, vandoor kunnen en dan heeft Anatolij Unitschke uiteindelijk helemaal niks meer. Dus zoals ik net ook heb aangegeven, ieder schroefje, ieder moertje moet uh, uh, ge uh, gecertificeerd worden. Uh, want hetgeen wat hij heeft ontworpen, dat, dat is er niet. Een auto is een bestaand concept, dat heeft vier wielen. En uh, vanuit die basis kun je voortborduren. Maar het idee van Anatoly Unitsky, dat is er niet. Dus eigenlijk alles um, is in een rap tempo uit de grond getrokken om ervoor te zorgen dat hij dat ook kan ontwerpen. Nou, zoals jullie zien, zien jullie allemaal verschillende certificaten. En dan rijst ook altijd de vraag: van goh, wat maakt nou dat Unitsky Green Technologies in Europa nog niet actief is? Nou, dat heeft alles mee te maken met dat uh, de, de overheden in Europa vrij bureaucratisch zijn ingesteld. Dat is eigenlijk uh, met iedere overheid zo. Maar als nieuwkomer, uh, wat Unistri String Technologies dan nog uh, steeds is, is het dus heel moeilijk om een plekje te krijgen in de uh, in markt waar, waar hij eigenlijk uh, graag in zou willen opereren. Omdat overheden veelal worden gedwongen om. Uh, Contracten af te nemen bij bestaande uh, bijvoorbeeld treinbouwers uh, en andere bouwers van uh, infrastructuur. En veelal is dat spoorconstructen of zijn dat uh, kabelbaansystemen. Dus wat ik ook net aangeef, het is voor Unitski String Technologies nog altijd zeer moeilijk. En hij is eigenlijk gebaat bij overheden die het direct in hem zien zitten. Dus uh, we mogen in ons handen wrijven hoe het op dit moment uh, vanuit de Emiraten wordt ondersteund, omdat dat eigenlijk de boost is die Unitski String Technologies nodig uh, heeft. Stel dat het niet zou, gebe uh, zou gebeuren. En dat we nu nog steeds uh, in een stageplan zitten, waar we overigens nog steeds in zouden zitten. Maar dan zou het dus een stukje langzamer gaan, omdat simpelweg gezegd, er is gewoon op dit moment uh, geen ruimte voor Uniski String Technologies in de bestaande markt. Klinkt gek, maar uh, het is wat het is. Uh, ik kan alleen maar zeggen, van uh, de steun vanuit de Emiraten zorgde dus voor uh, dat we uiteindelijk uh, met een boost te maken gaan krijgen. Unisci String Technologies heeft uh, naast certificaten uh, ook heel, uh, heel veel andere uh, belangrijke onderscheidingen gekregen. En dit is ook weer een certificaat wat aangeeft dat Unisci String Technologies een bona fide bedrijf is. Dus dat betekent dat wereldwijd met gerust hart uh, zaken kan worden gedaan met het bedrijf Unisci String Technologies. Daarnaast zijn ze in Wit-Rusland verheven tot, uh, van een normaal uh, bedrijf tot een wetenschappelijk bedrijf. Dus we hebben hier al te maken met een start-up, wat inmiddels operationeel uh, is op wetenschappelijk niveau. Nou, eigenlijk is dat ook vrij uniek. En wat, uh, ja, wat bedenken ze dan? Wat, wat is er zo wetenschappelijk aan? Nou, het wetenschappelijke aspect in dit, uh, in dit verhaal is dat Unitsky String, uh, String Technologies. Iets is wat er nog niet uh, is. Het klinkt gek, iets is wat er nog niet is. Nou, wij zien het, we zien het op testparken, uh, maar voor veel mensen ziet het er nog steeds futuristisch uit. Maar daarnaast, wat hij ontwerpt, is er gewoon niet. Dus dat uh, maakt dus ook dat hij op wetenschappelijk niveau met universiteiten kan communiceren en van gedachten kan wisselen. En dat studenten daar ook eventueel op af kunnen studeren, wat ook al uh, reeds is gebeurd. En wat is Unitsky String Technologies dan? Simpel gezegd is dat. Uh, Verticale pilaren die in de grond staan en die worden uh, aan elkaar verbonden met een zogeheten horizontale rail. Nou, wij noemen het vanaf heden stringrail en de verticale pilaren zal ik uh, ook vanaf heden uh, intermediate supports gaan noemen. Maar op de foto aan de rechterkant van jullie ziet, zien jullie ongeveer hoe dat eruit ziet. En wat direct opvalt is dat er genoeg ruimte overblijft voor in dit geval een mooi, een mooi grasveld en uiteindelijk dus ook genoeg ruimte overblijft voor mens en natuur. En wat zou Unitski String Technologies kunnen bereiken? Het is een goedkopere manier om uh, van A naar B te reizen. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Het is zeker uh, uh, 5 tot 10% uh, over het algemeen uh, gemiddeld goed, gezien goedkoper. En dan druk ik me nog zachtjes uit. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur. En uh, zo kan ik ook deze lijst weer langer maken. En dat ga ik niet doen, omdat de meeste van ons uh, al reeds bekend zijn met wat Unity String Technologies uh, de wereld zou kunnen bieden. In het verleden heeft men natuurlijk ook al geprobeerd om een transportsysteem te realiseren wat gebruik maakt van het tweede niveau. En toen ik uh, eigenlijk pas begon met het uh, enthousiast vertellen over Unitsky String Technologies, zeiden veel mensen ook vaak: Van ja, maar dit kennen wij al, want in Duitsland heb je verschillende zweefbanen uh, die ook gebruik maken van het tweede niveau. En ja, dat, dat lijkt toch eigenlijk op elkaar? Dus Unitsky String Technologies is helemaal niet nieuw. Uh, wat, wat vertel je eigenlijk? Nou, dat is natuurlijk. Um, heel moeilijk om dat mensen uit te leggen want als mensen uh, eenmaal een gedachte hebben dan is het heel uh, eigenlijk onbegonnen werk om die gedachten eruit te praten. Uh, ik zeg ook vaak dat je dat uh, niet moet willen doen maar dat je mensen gewoon mee moet nemen in het, uh, in het idee van concept tot, uh, tot waar we nu zijn. En dan zie je dat het concept uh, wel degelijk overeenkomst heeft met een transportsysteem op het tweede niveau maar dat het in de verte, uh, verte helemaal niet hetzelfde is. Maar goed, het idee in Duitsland uh, om zo'n zweefbaan te realiseren... is natuurlijk wel uh, een stap in de goede richting. <coughs> mijn, uh, mijn inziens, of mijn ziens... omdat als we naar de rechterfoto kijken... zien we een uh, verkeersopstopping. En dit is, uh, op vele uh, ja, in veel steden is dat dagelijkse gang van zaken. Mensen zijn veelal drie uur onderweg om, van de, uh, om op een plek van bestemming te komen. En dat moeten ze aan het eind van de dag nog een keer overbruggen. Dus <coughs> al met al zie je dat uh, ja, het idee van die technologie's je welkom is. Daarnaast wordt ook al veelal de vergelijking gemaakt met een kabelbaansysteem. Ja, maar het lijkt op een kabelbaansysteem, het ziet er ook zo uit. Uh, die kabel die tussen die palen staat uh, of is gespannen, dat is een complete kabelbaansysteem. Daar is niks nieuws aan. Nou, ook weer hier <coughs> geldt hetzelfde voor. Dat ik mensen ook weer probeer mee te nemen in het verhaal, omdat dat uiteindelijk het enige is wat je kunt doen om het op die manier uit te leggen, niet eens duidelijk maken, maar gewoon uit te leggen. En dan leg ik ook veel aan mensen uit dat een kabelbaan uh, veelal een getrokken systeem is. Dat wil zeggen dat er voor- en uh, aan de achterkant van zo'n kabelbaan motorwielen staan. En die trekken de kabels voort van A naar B. Denk hierbij aan een skilift, en af en toe gebeurt er een ongeluk mee. En dan uh, ja, staan die gondels urenlang uh, ja, op, op de piste stil. Of erger nog, uh, ze, on, ja, ze, ze, ze schieten van de kabel af. Dus ja, ook daarin weer, uh, Het is een mooi systeem, maar het is ook niet, uh, niet geheel veilig. En dat is eigenlijk bijna geen enkel systeem. Maar dit is wel het meest makkelijk om aan te geven dan dat String Technologies geen kabelbaansysteem is maar dat Unitsky String Technologies beschikt over uh, Artificial Intelligence, zogeheten AI, over eigen motorwielen uh, en over eigen uh, ja, kunstmatige intelligentie, waarbij ze dus de modules uh, zelfstandig kunnen laten rijden, waarbij er dus ook geen machinist uh, meer hoeft te zijn, maar waarbij er een operator op afstand uh, eigenlijk kan monitoren wat er gebeurt tijdens de rit van A naar B met Unitsky String Technologies. Als we dan kijken naar deze foto's, dit zijn bestaande foto's van hoe het er nu uitziet, en dan zie je dat uh, ook het, uh, waarvan mensen denken van dat is een kabelbaansysteem, is, dat het ook in de veste verte niet lijkt op een kabelbaansysteem, maar dat het er ook weer anders uitziet. Op het moment dat, uh, dat wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren. Uh, en waarom is dat dus? Om ervoor te zorgen dat de fundering uh, die wij die uh, nodig hebben voor bijvoorbeeld een, uh, een spoorconstructie van een huis te bouwen, uh, dat het huis ook blijft staan. Anders bouw je uh, ja, eigenlijk uh, kastelen op, uh, op drijfzand, uh, en dat zou natuurlijk uh, weer uh, ja, veel nare gevolgen van dien kunnen hebben. In dit geval gaan we een spoorconstruct bouwen. En wat doen we dan? Dan hebben we de boel geëgaliseerd. Uh, en dan gaan we beginnen met de fundering. En wat, die, wat dan direct opvalt, is dat die fundering ook veelal uh, meer ruimte in beslag neemt dan noodzakelijk is. In dit geval komt er een uh, doorsnede van een spoorconstruct op te liggen. En dan zien we dat er een mooie drietrapsraket ontstaat. Waarbij bij het onderste gedeelte vele malen groter is dan het uh, uiteindelijke gedeelte wat we daadwerkelijk nodig hebben. Als we nu gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unitsky shrink Technologies, dan zien we dat de intermediate supports in de vorm van die uh, grijze of donkere uh, zwarte vakjes, ik weet niet hoe, hoe dat op jullie scherm wordt afgebeeld, uh, uh, staat, maar we zien dat dat uh, uh, uiteindelijk dan nog steeds. Uh, wel wat ruimte in beslag neemt, maar als we een heel simpel een rekensom gaan maken, dan is het 95% minder ruimte uh, dat in beslag wordt genomen dan noodzakelijk zou hoeven zijn. Want wat direct opvalt, is dat de ruimte ook weer gewoon uh, eigenlijk nagenoeg intact blijft en dat dus ruimte overblijft voor mens en natuur. Nou, die intermediate supports kunnen op verschillende spanbijten van elkaar worden gespannen. Denk hierbij aan spanbijten van 40, 200 meter en 288 meter zelfs, waarop nu uh, wordt, wordt gebouwd. Uh, de spanbijten van 40 meter, daar wordt ook al op getest. De spanbijten van 200 meter wordt ook al op getest, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. En uh, de, in, de stringrail die in de Emiraten wordt gebouwd met een spanbijten van 288 meter, uh, die is nagenoeg af. Maar het geeft dus wel aan um, hoe ze dat kunnen bouwen. Maar wat direct opvalt, is dus dat er veel meer ruimte overblijft voor, uh, voor de natuur, voor dieren die in een bepaald leefgebied leven. Op het moment dat de springeren op spanning is gemaakt, dan worden de hulpdragers worden verwijderd. En dan zie je dat ze uh, een gigantisch, uh, eigenlijk een gigantische spanwijde kunnen, uh, ja, kunnen overbruggen. Op het moment dat die uh, is overbruggen en dat uh, alles goed is bevonden, dan worden de uiteinders uit de grond gehaald en die worden op spanning gebracht en bevestigd aan zogeheten enkel support. En daar kom ik uh, uh, zo meteen in deze presentatie op terug wat dat is. Op deze sheet zien jullie uh, het anti derulment systeem in het blauwe kadertje. Dat is een van de belangrijkste systemen. Uh, dit systeem mag niet uh, falen, want als dit systeem zou falen, dan zou het kunnen zijn dat de module van de string afschiet. Aan de rechterkant zien jullie een doorsnede van, uh, van een stringrail, hoe dat eruit ziet. En dan houden we het ook weer even simpel. Dan dus, uh, beginnen we met de railbedding, dat is het contactpunt waarbij de wielen contact maken met, uh, met de rail. Hier geeft UNITSCI String Technologies een garantie op af van 50 jaar. Uh, dan hebben we de, de behuizing, dus dat houdt een heleboel bij elkaar. Dan hebben we opvulmateriaal, dat zorgt voor de stevigheid. En we zien uh, zes, st of zes stringrails uh, die gespannen zijn in de rail. Dus zo ziet dat er eigenlijk uh, heel simpel uitgelegd uh, uit. De modules kunnen op een verschillende interval achter elkaar rijden. Denk hierbij aan intervals uh, vanaf 20 seconden, maar in de uh, toekomst zal het zo zijn dat ze dat willen gaan reduceren naar 2 seconden. Uh, dat is vrij knap, um, maar dat gaat wel gebeuren omdat ze uh, gewoon simpelweg gezegd uh, kunnen waarmaken wat ze aangeven. Dus al met al kijken we hier naar uh, ja, uh, 2D-tekeningen die heel goed uh, weergeven wat Uniski String Technologies zou kunnen, uh, ja, kun kunnen bieden en hoe dat er simpel uh, uitgelegd uitziet. Ik sprak net over een enkel support en een enkel support is een opstapstation. En dat zien we ook op deze 3D-tekening. Dan zien we een opstapstation en alles bevindt zich op het tweede niveau. Dus dat betekent dat op het eerste niveau, dus de begaande grond, er genoeg ruimte overblijft voor de natuur, voor mensen. Maar ook bijvoorbeeld in bestaande infrastructuur, dat wegen niet hoe aangepast hoeven te worden, maar dat ze in feite een station bouwen, wat boven de weg, uh, ja, waarbij alles boven de weg plaatsvindt. Mensen stappen vanaf de begane grond in een lift of gaan met de trap omhoog en stappen op het tweede niveau op of uit, uh, net wat de bedoeling is. Daar reist ook altijd veelal de vraag van hoe staat het nu met de ontwikkeling van de drone. Nou, inmiddels is er een, uh, een bedrijf ontwikkeld dat uh, ook onderdeel is van de holding van um, Uni, uh, Unisky Corporated. En daar valt alles onder uh, GTI. Voor de mensen uh, die wat langer uh, betrokken zijn zal die naam ook uh, jullie ook wat zeggen. Maar er is ook een bedrijf dus opgericht dat zich puur bezighoudt met de ontwikkeling van de drone. Nou, we zien hier de combo. En de bedoeling is dat de combo straks 1500 kilo gaat kunnen tillen. Op dit moment kan hij ongeveer 750 kilo tillen. Op het moment dat hij is gecertificeerd, dan zal hij ook direct worden ingezet voor de bevoorrading voor commerciële projecten die in moeilijk bereikbare gebieden ja, moeten worden gebouwd. We hebben drie soorten uh, type stringrail op dit moment. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er zowel onder- als bovenlangs, uh, van ge gebruik van kunnen maken. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er enkel aan hangen. En we hebben een flexibel spoorconstruct. En het woord flexibel zegt het al, flexibel. Dat is dat de modules altijd naar een hoogste punt toe rijden en ook weer naar een dieptepunt toe rijden. En het mooie van deze stringrail is, is dat de modules onophoudelijk energie kunnen opwekken. En diezelfde ener energie ook zouden kunnen afstaan. Uh, voor stedelijk gebruik. Daarnaast uh, is het door staal op staalwrijving ook een besparing van energie, wordt ook weer extra energie opgewekt. Die energie wordt uiteraard ook opgevangen in een van de vele accu's, zoals ik net ook al aangaf. Het kan worden afgestaan voor stedelijk gebruik, denk hierbij aan een verdeling van uh, 20-80, 80%, 80 zou die kunnen afstaan, 20% is nodig uh, ja, voor eigen consumptie om weer uh, van zijn plek af te komen en om weer opnieuw energie op te wekken. De aerodynamica is ook een zeer belangrijk aspect voor uh, de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Je kunt niet een baksteen uh, ontwerpen en vanuit gaan uh, dat de hoeken die, dat, uh, die de steen heeft, dat het ook aerodynamisch verantwoord is. Dat gaat niet. Uh, de natuur is eigenlijk... Um, nog steeds uh, onze, ons grootste voorbeeld. Als we nu kijken naar de U-flash dan zie je dat hij eigenlijk uh, zowel voor als achterlang, achterlangs uh, gestroomlijnd is. Maar de U-flash is afgeleid van een vogel en op social media is, uh, is al verschillende keren een, uh, eigenlijk een, een afbeelding ontstaan waarbij uh, mensen eigenlijk de U-flash uh, langs de vogel hebben, hebben gelegd en dat hij dezelfde contouren heeft. Maar wat zorgde, dit zorgt er dus wel voor dat de windcirculatie achter de, uh, achter de modules er niet is. Als we nu kijken naar een auto, dan zien we dat er aan de achterkant van de auto een soort windcirculatie ontstaat. En ik noem dat nu even gemakshalve een vuile lucht. Uh, daar wil je niet in rijden. Vliegtuigen kunnen ook niet in elkaars vuile lucht vliegen. Die moeten ook altijd wachten uh, totdat ze kunnen opstijgen. Om het weer even simpel en behapbaar te houden. Hoe staat het met de ontwikkeling van uh, de U-Flash? Nou, er gaan uh, verschillende verhalen de ronde. Uh, en ik wil hierbij wel even du weer, wederom duidelijk maken dat wij enkel officiële uh, berichten delen. Dus wij gaan niet mee in de verhalen die uh, kunnen verschijnen op social media. Uh, of, die, of die nog niet zijn bevestigd. Dat, uh, dat willen we gewoon voorkomen. Uh, omdat het, uh, dat ook weer negativiteit uh, zou kunnen opwekken. En dat willen we niet. Het is zo dat de U-Flash op dit moment uh, is gepresenteerd op het Ecofest van, uh, van 2018. 18 was zat. Of, eh, sorry eh, in 2018 in Berlijn hij is uiteindelijk gepresenteerd. Of het op het ecosistus van 2019. Daar heeft hij ook heel zachtjes op de baan kunnen rijden. Maar deze eh, module heeft een testbaan nodig van plus minus 25 km lang. 10 kilometer is nodig om te accelereren van, 500, van 0 tot 500 km per uur. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid te blijven van 500 kilometer per uur. En 5 uh, kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Ze zijn op dit moment wel aan het kijken waar ze zo'n baan kunnen bouwen: of dat in de Emiraten is of in Wit-Rusland. Uh, dat is nog niet bekend. Uh, het is wel zo dat het in, in het ene land iets goedkoper is om te bouwen. En in het andere land, uh, uiteraard, dan iets duurder. Maar ze willen dus wel kijken waar ze het kunnen doen, omdat het ook belangrijk is uh, voor het stageplan dat deze module ook wordt uh, gecertificeerd. Mocht het anders zijn in de toekomst, wat heel goed kan, um, ja, dan zullen wij dat ook gewoon uh, acuut met jullie delen. Maar vooralsnog uh, is, het, is het zo dat de U-Flash onderdeel uitmaakt van het stageplan, uh, tenzij er officiële berichtgeving komt, uh, maar dan zal die ook uh, met jullie worden gedeeld. Dit is de volledige rollingstok van Unitsky String Technologies. En we beginnen de modules van uh, linksboven, en zo gaan we de lijst rustig af. We beginnen met de Uniwind. De Uniwind is een lichtgewicht module dat plaats biedt aan twee personen. Met een topsnelheid van, van 150 km per uur. 500 is een beetje absurd voor dat model. En dan hebben we de Unibike. De Unibike is het eerste geteste en gecertificeerde model. Dat is eind 2016 gebeurd. Uh, en ook het uh, logo van Unitsky String Technologies is hiervan afgeleid. Dus het is een zeer bijzonder model. Topsnelheid: 150 km per uur. Dan krijgen we de, de Unicar u 4 uh, 430 uh, 01, of T1 en T3. Ik noem ze even voor het gemak: T1 en T3. Uh, compleet identiek: ook allebei 150 km per uur kunnen rijden. Alleen bij de T3 is er plek voor uh, 18 personen, bij de T1. Voor zes personen. De U-Flash heeft gezegd uh, 500 km per uur topsnelheid. In deze configuratie is er plek voor zes personen. De Unibus u 4210 uh, is ook uh, beschikbaar in verschillende uh, configuratieuitvoeringen. In de enkele versie is er plek voor 12 tot 14 personen. Ook 150 km per uur topsnelheid. Ja, en eigenlijk hoe, uh, iedere keer als er een wagon bij komt dan is er ook plek voor meer personen. Datzelfde geldt voor de Unibus u 4220 t 2 in de enkele versie plek voor 25 personen. In de driedubbele versie is er plek voor 64 personen. En dit is de vijfde generatie transportmodules van Unitsky String Technologies. Aan de linkerkant zien we de Unie... Uh ja, eigenlijk de Unilight. En de Light is een lichtgewicht module. Deze zal ook worden ingezet voor het eerste commerciële project uh, van Unitsky String Technologies. Dat project bevindt zich, uh, zal zich bevinden naast het EcoTechnopark in Wit-Rusland. Dit heeft Anatoli unitsky op het online Ecovis van 2020 tijdens de pandemie ook uh, aangegeven. Dat is een uh, traject van 1125 meter lang. Aan de rechterkant zien we de U-carrot. Uh, en de U-carrot is ook een van de nieuwste modules die in. Uh, die Binnen nu en een aantal weken ook daadwerkelijk uh, zal worden getest in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. En in deze configuratie is er plek voor 25 personen. Uh, door de pandemie heeft Uniski String Technologies eigenlijk uh, veel vragen gekregen van uh, potentiële, uh, ja, eigenlijk potentiële uh, klanten. Of ze ook uh, ja, vrachtmodules kunnen, uh, kunnen realiseren. Dat kunnen ze, dus ze hebben in de afgelopen periode ook uh, eigenlijk uh, een inhaalslag gemaakt op, op het gebied van uh, cargo transport, vrachtvervoer. Uh, op dit moment hebben ze dus een aantal modules die dat kunnen uh, ja, verwezenlijken. Uh, we hebben de Unicont, we hebben de Unitrans en we hebben de Unitruc. Nou, de Unitrans en Unitruck bevinden zich al op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. De Unitrans is een grote lopende band dat bijvoorbeeld steenkolen van A naar B kan uh, uh, verplaatsen op een uh, snelheid van 30 km per uur. Dat lijkt misschien niet hard, maar als je dat continu doet, dan is dat efficiënter en sneller dan vrachtwagens moeilijk bereikbare bergpassage te laten doorkruisen. De Unitruck wordt ook al getest op het Ecotechnopark in midden rusland En deze module zou kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld ja, eigenlijk granen of andere producten van A naar B te kunnen verplaatsen, zand. Dus eigenlijk ja, losse bulkmaterialen. Nou, en dit is de Unicont. Uh, aan de bovenkant zien we de Unicont in 3D tekening en op de onderkant zien we de Unicont uh, dat die ook daadwerkelijk uh, nu uh, wordt geassembleerd. Dus dat hij ook in de productiehal uh, al is. Dus het is niet meer alleen 3D, uh, ook deze zullen we binnen nu en niet al te lange tijd daadwerkelijk zijn eerste testmeters gaan zien maken. Zoals ik net al aangaf, uh, zal de Unilight daadwerkelijk worden ingezet voor het eerste commerciële traject uh, wat, we, wat we gaan krijgen. Nou, aan, op deze foto zien we hoe, dan, hoe die eruit ziet. Uh, op de link, aan de linkerkant staat hij op het station en aan de rechterkant zie je dat de stringrail ook al compleet op spanning is. Dit alles gebeurt natuurlijk door een enthousiast team van uh, ja, eigenlijk plus 600 engineers. Uh, ik denk dat we zelfs bij de 1000 zitten met, uh, van, van eigenlijk uh, mensen die voor het bedrijf werken. Die doen dat dag en nacht. Uh, wij hebben dat, uh, ja, eigenlijk. Uh, uh, een groot aantal van ons hebben dat uh, met een warm hart uh, de steun toe, uh, toegedragen. En, en die, uh, we ondersteunden dit ook met z'n allen. Maar uiteindelijk moet het ook uh, uitgevoerd worden. Je kunt een idee hebben, maar dat idee blijft een idee. En als je dat niet kunt uitvoeren, dan, ja, dan, dan, uh, dan was het zo, dan is het zo en dan zal het zo blijven. Ik kan het niet uh, simpeler zeggen. Maar deze mensen zorgden er dus voor dat het idee van Anatoly Unitsky ook daadwerkelijk wordt uh, ja, uitgevoerd, uitgedokterd. En op het moment dat dat is gebeurd, dan gaat het naar de fabriek en daar wordt het uh, geassembleerd. Dus uh, je ziet dat er op dit moment ook gewoon al uh, op kleinschalig uh, niveau wordt geproduceerd. Op het moment dat het klaar is en dat het uh, fabrieks af is, dan gaat het naar het Ecotechnopark. en het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein dat zich bevindt in, in Wit-Rusland in de plaats Marina Gorka. Nou. Inmiddels is het een florerend ecologisch uh, testpark. Eigenlijk een museum in de open lucht. Uh, voor de mensen die uh, de kans hebben gehad om uh, eerder af te reizen naar uh, Wit-Rusland en daar te komen. Het is een bijzondere ervaring. Uh, je krijgt uh, eigenlijk uh, de juiste indruk van Unitsky String Technologies. Er staan ecohuizen, uh, er wordt op ecologische wijze uh, um, ja, vee geteeld. Op ecologische wijze worden groente uh, en fruit verbouwd. En, ja, dat is eigenlijk een kleine greep. Uh, en aan de achterkant van het ecotechnopark, dat zien we niet goed op deze foto, maar daar heeft Anatoliyevsky eigenlijk een uh, heel groot vakantiepark gerealiseerd, zodat hij de lokale bevolking, maar ook de internationale uh, toeristen kennis kan laten maken met het idee hoe hij het voor zich ziet, hoe, ja, hoe uh, uh, alles wat hij heeft bedacht, hoe dat ten samenkomt. Daarnaast wordt op het ecotechnopark in Wit-Rusland ook uh, getest. Het is uiteindelijk een testbark. Uh, maar wat doen zij? Ze hebben bijvoorbeeld een uh, model uh, een aantal dagen onder de douche gezet. Omdat bijvoorbeeld in Azië hebben we te maken met onophoudelijke regenbuien in de vorm van moezonregens. Nou, wat hebben ze gedaan? Uh, ze hebben gekeken of het uh, passagierscompartiment en het technologisch compartiment, of dat droog blijft en of, er, en of dat naar behoren functioneert. Nou, dat is zo gebleken. Dus uiteindelijk heeft de Unibus U4210 en daarmee ook uh, een aantal andere modellen van Unitgeschiedenis Technologies. Het certificaat gekregen dat ze ook in die, uh, ja, in die omgevingen kunnen functioneren. Nou, wij hebben in Europa voornamelijk te maken met kwakkelzomers en kwakkelwinters. In Azië hebben ze ook te maken met strenge winters, uh, maar in de winter kunnen uh, ze nog steeds blijven bouwen. Dus je kunt genetisch uh, uh, strikt technologies of de infrastructuur ervan het hele jaar door implementeren. Daarnaast hebben ze ook de Unibus U4210 uh, aangepast uh, naar moderne, uh, uh, ja, eigenlijk moderne uh, uh, upgrades toegepast. Om ervoor te zorgen dat, het, uh, dat deze module eigenlijk up-to-date uh, de uh, commerciële markt zou kunnen betreden. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben bijvoorbeeld uh, het, uh, het luchtsysteem uh, in de module zelf hebben ze vernieuwd. Uh, het uh, het, het veringssysteem het hebben ze ook vernieuwd. Dus, allemaal als je dat ze een module ontwerpen, maar dat ze na de loop van de tijd toch gaan kijken: wat kunnen we nog aanpassen? Hoe kunnen we de modules nog efficiënter maken? Ook op het EcoTechnopark in Wit-Rusland wordt niet stilgezeten. Op dit moment zijn ze bezig om een nieuwe uh, testbaan te realiseren. Deze uh, zal, uh, zal ook straks gereed zijn. En dan kunnen ze ook alle andere modules uh, uh, ja, gaan testen. Je moet het voor je zien dat, uh, het, is, het is wat ik ook eerder aangaf, het is een showroom in de open lucht, maar je moet eigenlijk uh, van alle aspecten, van alle markten thuis zijn, zodat je de vragen die verschillende uh, klanten hebben, dat dus je die ook kunt beantwoorden. En deze foto is genomen op het EcoFlash van 2019 en hier kun je eigenlijk heel goed zien uh, hoe het eruit ziet in het echt. Bovenop zien we de, Uf, uh, de U-Flash en aan de onderkant zien we de Unibus u 4 t 2 ze kunnen tegelijkertijd gebruik maken van dezelfde stringrail en ze hoeven niet op elkaar te wachten, dus zowel boven als onderlangs functioneert afzonderlijk van elkaar. Het geluid is ook een zeer belangrijk aspect. Kijk, het is, het is wel zo dat uh, 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 geluidsarm kun je, uh, kun, je, kun je het niet maken. Je zal altijd wel iets van geluids, uh, geluid horen. Maar de modules van Unesco String Technologies produceren zelf ongeveer een geluid van 85 decibel. Als het op 150 km per uur voorbij komt rijden of op 500 km per uur voorbij komt rijden, heb je het geluid pas veelal gedetecteerd als het al voorbij is. Maar voor dieren die leven in een bepaald leefgebied is het ook uh, zeer prettig uh, om, te, uh, om dit in te implementeren. Want ze schrikken niet. Dus het schrikmoment uh, wat ze veelal wel eens kunnen hebben van treinen, uh, dat is eigenlijk uh, met de implementatie van Unitsky String Technologies is dat weg. Daarnaast is ook de stringrail volledig geïsoleerd, dus het geluid kan, uh, kan eigenlijk geen kant op. Unitsky String Technologies heeft tal van samenwerkingen en dit is een van de meer bekendere samenwerkingen, dat is met het Belgische bedrijf Bekaert. En heeft ervoor gezorgd dat uh, Uniswich String Technologies in uh, Wit-Rusland en in de Emiraten uh, de scheringroute kan, uh, ja, kan blijven bouwen. Ze hebben uh, rollen haspels geleverd, die uh, heb je op Google Earth ook nog kunnen zien liggen. Uh, misschien kan het nu nog, uh, maar ook uh, zijn er verschillende foto's naar buiten gebracht uh, waarbij je dat ook hebt uh, kunnen zien. Daarnaast hebben ze ook samenwerking met Chinese bedrijf Lenovo. Lenovo heeft de, uh, de data ver, uh, ver, uh, verzorgd voor Unishing String Technologies en UseCard Transport in de Emiraten. Dus je ziet dat ze eigenlijk uh, al verschillende samenwerkingen hebben met, met me de meest bekende en gerenommeerde bedrijven wereldwijd. Dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten en daar is het eigenlijk een komen en een gaan van nieuwsberichten. En dit is het Sharia Research Technology and Innovation uh, Center. Of park moet ik zeggen. En U Sky Transport Certification Center, uh, Test Certification Center is daar onderdeel van. En wat is het uh, Charja Research Technology Innovation Park. Dat is eigenlijk een, een hele grote verbindingshub, uh, die uh, de contacten in uh, contact brengt met, uh, ja, eigenlijk met, met de start-up. Zoals ik net al aangaf, Unitsky String Technologies is nog steeds een start-up, maar het is wel een start-up van wereldformaat. En het, uh, het SR, uh, SRTI park, zo om mij even af te korten. Uh, zorg er dus voor dat bijvoorbeeld uh, overheidsfunctionarissen of belangrijke, invloedrijke personen uh, naar hun park toe komen. En op die manier kunnen ze, dat ook, uh, kunnen ze ze ook in contact brengen met de Sky Transport. Nou, op de foto's zien jullie hoe, ongeveer hoe het eruit gaat uh, zien. De, een beetje aan de linkerkant van de sheet. En aan de rechterkant zijn iets gedateerde foto's. Maar dit zijn foto's van bestaande gebouwen. De lijn van 400 meter is af. Uh, er is wat andere infrastructuur af. En het houten Ecohuis uh, is ook af. Dus overigens het enige houten huis in de hele Emiraten, want die zijn er niet zo happig op houten constructies vanwege de hoge temperaturen, uh, temperaturen die ze daar hebben. Dus het uh, zegt eigenlijk genoeg dat Uniski String Technologies dit toch voor elkaar heeft weten te krijgen. Om daar uh, een houten constructie te mogen bouwen uh, die voldoet aan de voorschriften van de Emiraten. En dit is de lijn van 400 meter. Die is zelfs uh, reeds aangegeven. Die is af. Uh, dit is de Unica U44101. Uh, uh, je ziet dat hij witte kappen heeft. Dit is een VIP-versie. Die is speciaal op verzoek van uh, de Emiraten is die gebouwd. Uh, dus het, uh, ook, ook binnen in de Unica ontbreekt het eigenlijk aan, aan geen enkele uh, luxe. Dus uh, ook van binnen is hij eigenlijk heel luxe. Maar deze uh, deze foto is genomen in 2019. Hier is hij. Uh, uh, op weg om eigenlijk van A naar B te rijden. Dus, dit is eigenlijk een mooi moment waarbij hij zijn eerste meters heeft kunnen maken. Ondertoeziend ook van de Scheik van Shaya. De Scheik van Shaya is ook persoonlijk betrokken uh, bij de ontwikkeling van Unitski String Technologies. Er wordt in de EMIRaten zowel getest op goederenvervoer als op uh, passagiersvervoer. Uh, dat zie je ook op deze sheets. En dan zul je de, misschien denken, ja, maar dat is een, een kleine containermodule, wat stelt dat voor? Alle modules van Unity String Technologies worden in de testfase 5, 6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Het is om ervoor te zorgen dat de uh, technologie blijft functioneren. Je kunt het jezelf niet veroorloven om iets te, uh, te ontwerpen en dat het na verloop van tijd de geest geeft. Neem bijvoorbeeld uh, aan Tesla. Af en toe uh, hebben die auto's pech. Uh, en dan zie je dat het een, een, een schommeling in de koers, uh, in, in, ja, in het koersaandeel van Tesla geeft. Het trekt altijd wel weer bij, uh, dat is gewoon hoe het werkt. Maar dat wil je eigenlijk niet uh, als, als bedrijf zijn. En dus daarvoor kiest Junitski kies String Technologies er ook voor, om alles tot in den treuren en uitvoerig te testen. Zodat ze met uh, een goed product de markt opkomen, waarbij ze eigenlijk uh, ja, ze geen zorgen meer hoeven te maken dat er iets mis zou kunnen gaan. Er kan natuurlijk altijd iets misgaan, maar daar heeft UNICST Technologies dan ook weer een passend antwoord op. Als een module dan nou compleet niet meer van zijn plek afkomt en als, er ook niet, eh, als de aankoppeling met de andere module ook niet mogelijk is, dan is er altijd nog een uh, mogelijkheid dat mensen op een veilige manier de module kunnen verlaten. En dat zie je hier ook. Ze kunnen op, uh, uh, door middel van een kabelsysteem de module toch uh, ja, veilig verlaten. Goed, als je hoogtevrees hebt, dan is, uh, is het natuurlijk even spannend. Maar ik denk als de keuzes uh, of er wat boven blijven of naar beneden komen, dat iedereen die keuze wel voor zichzelf kan maken. Ook in de Emiraten heeft Anatoly Unitsky met, de, met zijn bedrijf U-Sky Transport uh, tal van certificaten in de bad gesleept. En dit is uh, een certificaat dat aangeeft dat de infrastructuur van Unitsky String Technologies in de Emiraten uh, als veilig is uh, verklaard. Dus dat betekent dat uh, ja, eigenlijk iedereen die dat maar wil met een gerust hart uh, de, ex de experience of de ervaring zou, uh, zichzelf uh, zou kunnen gunnen om te reizen met Unitsky String Technologies op dit moment nog op het testpark in Sharia. Daarnaast is ook het management kwaliteitssysteem uh, binnen U-Sky uh, Transport volledig op orde. Unisky String Technologies had ook al zo'n certificaat, dat hebben ze uh, al eerder gekregen. Ik geloof in 2018 of 2017, hou me te goede. Maar uh, dit is eigenlijk een certificaat dat het ook aangeeft. Dus je ziet dat um, ze op verschillende niveaus certificaten hebben gekregen van wereldwijd gerenommeerde organisaties. Die dus aangeven dat alles op orde is. Ook in de Emiraten functioneert U-Sky Transport, wat onderdeel is van u Green Technologies, zoals we uh, weten, ook op, uh, uh, opereert dus op wetenschappelijk niveau. Dus niet alleen in Wit-Rusland, maar ook in de Emiraten. Nou, dit is Anatoly Unitsky die zelf nog uh, de inspectie komt uh, kom doen voor de, uh, ja, eigenlijk voor de afronding van uh, testlijn 4. Dit is een testlijn van uh, 2,5 kilometer lang en deze uh, nadert zijn eindfase. Maar Anatolij Nitschki uh, houdt natuurlijk alles zelf uh, met een nauwkeurig oog in de gaten. En zoals ik al aangaf, uh, Testlijn 4 is uh, nagenoeg klaar. En hier zien we dat de stringrail inmiddels uh, compleet is gelift. Dat is eigenlijk een zeer uniek iets uh, geweest. Want het is uh, wereldwijd niet eerder vertoond dat ze een uh, eigenlijk constructie van 2,5 kilometer gelijktijdig uh, hebben kunnen liften. Dus ja, eigenlijk uh, zie je dat het ene unieke, uh, unieke record wordt neergezet naar het andere. Maar inmiddels uh, zoals reeds een uh, paar keer is deze testlijn is bijna klaar. Op dit moment vinden de, ja, de eindcontroles klaar. Uh, de intermediate supports overigens van testlijn 4 uh, zijn, uh, zijn ook al getest. En zijn ook al goed bevonden. Dus je ziet dat uh, tijdens de bouw van, uh, van, zo uh, van, van de stringrail. In dit geval op het testpark in Sharia. Dat er ook al wordt getest op veiligheid. En dit is een uh, foto van testlijn 2. Testlijn 2 uh, worden, uh, worden, uh, is ook 2,5 kilometer lang. En de container terminal uh, is inmiddels... Um, bij, qua contour, helemaal klaar. En ook nu zijn ze daarmee bezig bij de, uh, met de afwerking. Op de rechterkant zien jullie hoe dat eruit gaat zien. En dan zien jullie ook dat de Unicorn uh, daar straks uh, op, op getest gaat worden. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het uh, transportsysteem uh, CO2-neutraal, milieuvriendelijk, innovatief. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur. Het is een goedkopere manier om te implementeren, eveneens als uh, het uh, gebruik maken ervan. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Ik hou deze webinar bewust wat, uh, wat luchtiger, omdat het voor mensen ook, uh, die nog niet bekend zijn met de technologie uh, ja, belangrijk is dat ze ook uh, ja, kunnen, uh, kunnen meekomen in wat ik vertel. Op het moment dat ik uh, te diep doorga op de technologie, wat ik heel graag zou willen, dus hou moeten te goede, maar kan het voor mensen veelal uh, een reden zijn om af te haken. Mocht je nou zelf wel meer willen weten over uh, ja, de, de, de technologie en andere informatie, dan verwijs ik je even naar www.skyway.capital. Daar kun je alle uh, ins en outs op vinden. En uh, ja, mocht het nog niet genoeg zijn, dan kun je altijd uh, mij contacteren of mijn collega contacteren. De updates dat is altijd het leukste uh, gedeelte van de webinar, maar alles is begonnen met een aanvraag van CNN een aantal jaar geleden. Die hebben lucht, ge die hebben, uh, lucht gekregen letterlijk en figuurlijk van uh, de ontwikkeling van use transport op het testcenter in Sharia. En die hebben een aanvraag gedaan van, wij zien dat er iets bij jullie gebeurt, dat is zo uniek, mogen wij daar een verslag over doen? Nou, dat uh, mag natuurlijk. Uh, en sindsdien is het eigenlijk een komen en gaan van uh, journalisten die uh, het ene positieve bericht naar het andere plaatsen. Soms zijn de berichten wat kritisch en dat is ook zeer terecht. Het is ook uh, goed om zeker kritisch te blijven. Maar dankzij CNN is er nu wel op, uh, op elk continent wereldwijd bericht gedaan over de ontwikkeling en het bestaan van used car transport, oftewel Unitsky String Technologies. Voor de mensen die al wat langer participant zijn uh, binnen uh, Skybuild Community en die dus ook het, uh, uh, de technologie ondersteunen van Unisci-String Technologies, die zullen zich ook kunnen herinneren dat de tendens veelal uh, negatief was in de beginperiode. Maar als we nu gaan kijken wat ze nu aan het bereiken zijn, dan zien we ook dat overheden datzelfde uh, ook uh, zien. En wat doen die overheden? Die zijn al wel zover genoeg om aan te geven uh, dat zij in het begin. Uh, Vrij negatief zijn geweest, maar dat ze op dit moment aangeven dat uh, de implementatie van Units String Technologies eigenlijk het beste is wat ze zouden kunnen doen in huidige infrastructuur, dan wel in de infrastructuur die nog moet ge uh, gerealiseerd moet worden. Dus je ziet dat ook overheden, langzamerhand van negatief, sceptisch uh, toch wel uh, naar positief uh, gaan. Dus eigenlijk zie je dat, uh, dat, dat alles wat belangrijk is om, om voor een goede start te zorgen, dat het nu ook wel langzamerhand uh, bij elkaar komt. En dit is Anatolij Nitski met koning Letsie III. Koning Letsie III is koning van het koninkrijk Lesotho en dat uh, deelt zijn grenzen met uh, het land Zuid-Afrika. Lesotho wil eigenlijk heel graag een lijn hebben van hun land uh, naar de havenstad Durban in Zuid-Afrika. Je ziet dus Anatoly Unitsky uh, bevindt zich in de hoogste konterijen uh, met de, de meest invloedrijke personen op deze aarde. Daar kom je niet zomaar, uh, dus het zegt genoeg over uh, wat uh, Unitsky schenkt technologies, wat Anatoly Unitsky zou kunnen bieden. Nou, Koning Letzi III uh, heeft het park ook daadwerkelijk bezocht. Deze foto's zijn genomen tijdens de expo van Dubai. Uh, is inmiddels alweer twee jaar geleden. Zo'n beetje. En um, dan zie je uh, dat dat... dat ook koning Letzie III in de, Unicarse, of ja, de Unicar voor de tropische versies. Na afloop hebben ze de mogelijkheden besproken voor een potentieel commercieel traject uh, van Indonesia String Technologies. Nou, Indonesië ook hetzelfde verhaal, verhaal. Is even van het toneel verdwenen, maar uh, is uh, reeds ook weer ten tonele verschenen. Uh, en zij willen ook een, uh, een traject hebben van uh, een opstapsaison naar een grote mal in Indonesië. Om de reistijd voor, uh, ja, voor, voor klanten uh, daarmee ook te kunnen verkorten. Nou, ze hebben een sa samenwerking getekend uh, met het bedrijf uh, Hughes Coffee. Hughes Coffee is overigens ook onderdeel van uh, Units Restrict Technologies. Dus, dus maakt ook weer onderdeel uit van de holding. Daarnaast is ook het 15 kilometer lange traject voor Dubai. Uh, uh, volgens Nadesta Reva uh, in ontwikkeling. Dus zo zie je dat uh, de eerste potentiële commerciële trajecten uh, misschien nog wel niet officieel zijn, uh, zijn aangekondigd. Maar dat je achter de schermen uh, met dit soort berichten, dat je dat wel uh, kunt zien, dat er niet wordt stilgezeten. Dankzij de uh, keuze voor de RTA om naar de expo te gaan, heeft Unishing Technologies daar toch weer uh, ja, eigenlijk um, ja, furoren kunnen maken met de module uh, die we hier op de foto zien. Dat is uh, eigenlijk een, uh, ja, een, mok, een, een schaalmodel van uh, de Unibike. Maar op deze manier hebben ze toch weer aan de wereld kunnen laten zien uh, wat ze kunnen bieden. En de RTA heeft. Daarbij ook kunnen aangeven, goed kunnen aangeven welke kant zij op willen. Nou, ook eh, in Shaya zijn ze natuurlijk eh, zeer positief over de ontwikkeling van use u Sky Transport. En wat geven ze hier aan? Uh, Hussein Al-Mahmoudi is de CEO van het Charja uh, Research Technology and Innovation Park. En hij geeft aan op het moment dat het tot succesvolle certificatie komt op het Use en Transport Center in Sharjah, uh, dan willen wij de eerste commerciële trajecten ook daadwerkelijk gaan implementeren, dan wel aankondigen. Hetzelfde geldt voor Abu Dhabi. Uh, Abu Dhabi is geïnteresseerd in drie potentiële commerciële trajecten. Nou, we zien hier Anatoly Jenetski met Oleg Seretski aan tafel zitten. Met een uh, uh, afgevaardigde van, uh, van de overheid van Abu Dhabi. Op het moment dat je Anatoly Jenetski zelf uh, aan tafel ziet zitten, dan kun je er al vanuit gaan dat de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies tal van samenwerking met universiteiten en die zijn heel belangrijk. Uh, deze universiteit is voornamelijk bedoeld voor vrouwen om uh, ja, eigenlijk vrouwen te kunnen laten uh, accelereren van uh, het huidige niveau naar een uh, top, uh, topniveau. Dus je ziet dat al met al uh, er op verschillende niveaus wordt samengewerkt. En ja, ik vond het eigenlijk wel een leuk detail om te delen, omdat het... Uh, ja, Zeker in bepaalde situaties nog steeds het gesprek van de dag is dat vrouwen ja, niet altijd gelijk zijn aan mannen. En ja, in mijn optiek uh, is dat gewoon een gelijke monniken, gelijke kap. Uh, maar goed, uh, terug te gaan naar de presentatie, zien we ook samenwerking met de universiteiten in Wit-Rusland en de University of America in Shaya. Uh, dus je ziet ook op verschillende niveaus met verschillende universiteiten wereldwijd uh, worden er samenwerkingen aangegaan, zodat ze ook studenten kunnen laten afstuderen op producten van Unitsky string technologies. Op dit moment uh, heeft inmiddels uh, is dat denk ik afgelopen uh, maar dat is een uh, event geweest wat is geweest in Shaya, uh, Een business event. En Use uh, Sky Transport heeft daar met uh, in samenwerking met het Shaya uh, Research Technology en in Innovation Park een hele mond vol, excuse. Uh, maar in samenwerking met hun hebben ze daar kunnen staan. En hebben ze opnieuw uh, potentiële investeerders uh, kennis laten maken met. Uh, ja, wat Unitsky String Technologies is of wat U-Sky Transport zou kunnen bieden. Daarnaast zijn ze natuurlijk ook in onderhandelingen met, onderhandelingen met een hele hoop landen. En mensen vragen zich altijd over, ja, maar we zien dat niet en hoe, zit dat, hoe, hoe staat het er nu voor? Nou, dit is uh, informatie, het komt uit een officieel document uh, dat is ge, uh, vrijgegeven door U-Scovery. Uh, en dit document geeft aan, dit zijn de landen waarbij uh, Unitsky String Technologies uh, eigenlijk in, in onderhandeling is. Nou, dan zien we de lijst: Bahrein, India, Indonesië en uh, een hele hoop, hoop andere landen. Lesotho, ik zie dat er een typefout in staat. Uh, maar er zijn nog veel meer uh, landen waarbij ze in onderhandeling zijn. En uh, een aantal landen van deze lijst zijn inmiddels uh, ja, doorgeschoven naar deze lijst, omdat de ontwikkeling zo snel gaat. Maar dit zijn de landen waarbij ze nu concrete afspraken hebben voor het implementeren van uh, voor een commercieel project: nou, dat zijn de Verenigde Staten. De Verenigde Arabische Emiraten, uh, Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Nou, die lijst uh, is inmiddels wel iets langer, die heb ik nog niet in, de, uh, in deze presentatie uh, meegenomen. Maar je ziet dat, uh, dat de ontwikkeling uh, dusdanig uh, hard gaat, dat, dat het eigenlijk uh, niet meer uh, bij te benen is. Nou, ze hebben ook een samenwerking ondertekend met uh, World of Peace World Cities of World Peace Cities. Uh, en dat is ook weer een samenwerking. En zij hebben weer contacten met uh, potentiële projecten. In bijvoorbeeld Turkije, saoedi arabië uh, en een hele hoop andere landen. Dus je ziet Spanje onder andere. Je ziet dus dat inmiddels de, de voorbereidingen tot het realiseren van commerciële trajecten, dat dat in volle gang is. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, wij met z'n allen uh, zouden willen zien dat ze nu aankondigen dat daar een officieel commercieel traject komt. Uh, maar het gaat niet anders ik deel jullie enkel uh, of ik neem jullie enkel mee in de informatie die officieel is, voor, uh, officieel is vrijgegeven en die, uh, dit is dus gestaafde getoetste informatie en dat is informatie die dus klopt dus, uh, het is misschien niet officieel daadwerkelijk zwart op wit uh, aangekondigd, maar dit soort informatie geeft dus wel aan uh, wat er aan gaat komen en dat dus de ontwikkelingen uh, in een zeer het stadium zijn het realiseren van een commercieel traject neemt ongeveer twee jaar in beslag. En uh, die twee jaar is opgeknipt in verschillende fases. Je hebt dus een feasibility-studie, uh, de studie van het, uh, het tenminste het gedeelte van het daadwerkelijk bouwen. En zo, zo ga je eigenlijk de hele lijst van boven naar beneden. Deze informatie kun je vinden op www.ust.inc. En daar kun je dus de roadmap, want het is eigenlijk van, van uh, uh, ja, idee tot realisatie, uh, kun je op terugvinden. Nou we hebben helaas uh, te maken gekregen uh, met het uh, beroerde nieuws dat ze in Turkije en in Syrië te maken hebben gekregen met een verschrikkelijke aardbeving. Waarbij er een hele hoop mensen het leven hebben moeten, uh, ja, het voortijdig hebben moeten verlaten. Uh, erg spijtig. Maar Anatoly Unitsky heeft onlangs ook op zijn site een update gegeven van wat Unitsky String Technologies eigenlijk uh, zou kunnen bieden uh, voor dit soort situaties. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar wat sceptisch over zijn. Omdat mensen veelal denken van ja, met een aardbeving gaat alles stuk. En alles zou kapot kunnen. Uh, ik zou met, uh, met mijn uh, leken gedachten uh, dat ook hebben gezegd, maar op het moment dat jij jezelf uh, gaat verdiepen in de, uh, de technologie van Unitsky String Technologies en wat maakt dat zij dit kunnen aangeven, zul je ook tot die conclusie kunnen komen uh, dat ze inderdaad iets kunnen bieden uh, wat dit zou kunnen doorstaan. Wil je meer informatie over dit stuk hebben? Dan verwijs ik je ook weer even naar www.ust.inc. Uh, daar kun je deze update vinden. Uh, het is een zeer interessante update. Ik heb deze update ook gedeeld uh, op de verschillende social media-kanalen. Omdat ik denk dat dit ook een antwoord is op een uh, ja, zeer prangende vraag, die we op dit moment ook uh, ja, wereldwijd hebben. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik officieel uh, gebruiker ben van de applicatie Advan Hunter. Uh, en waarom officieel? Ik uh, uh, maak uh, visualisaties van uh, Unit Scripte Technologies. Dat kun je dus ook op deze foto zien. Middels augmented reality. En daarmee wil ik eigenlijk mensen uh, laten zien hoe dat in hun eigen omgeving uit zou kunnen zien. Zodat je niet meer afhankelijk bent van een 3D-tekening of van een uh, foto van het Ecotechnopark. Maar zodat je eigenlijk direct kunt zien wat Unesco String Technologies in jouw omgeving zou kunnen doen. Daarnaast uh, worden mijn foto's uh, wereldwijd gebruikt voor officiële presentaties. Dus vandaar uh, officieel uh, uh, gebruiker. Daarnaast ben ik ook beta testen voor de applicatie. Dus de applicatie uh, die test ik tot in de treuren. Omdat alles uh, wat, ik wil, uh, wat, ik, wat ik weer wil laten, laten geven, of wat ik weer wil laten zien, moet gewoon goed zijn. Op het moment dat andere mensen dat gaan gebruiken en de verhoudingen kloppen niet, uh, dan is dat niet prettig. Dan worden mensen negatief, dus dat wil ik ook voorkomen. <laughs> Dit zijn de kanalen die je kunt raadplegen op het moment dat je vragen hebt uh, of dat je informatie zou willen hebben van, uh, of over Unitsky String Technologies. Nou, bovenaan zien we uh, www.skyway.capital of skyway.community. Maar de, de domeinnaam staat nog steeds op skyway.capital. Waarom is dat? Op het moment dat uh, ze de domeinnaam willen overzetten naar Skyworld Community, dan moet die even offline. En dan raken mensen uh, ja, nog steeds veelal in paniek. En dat willen ze voorkomen. Dus vandaar dat de oude domeinnaam nog steeds uh, ja, operationeel is. Dan hebben we... Uh, de Nederlandse Skype-groep. Uh, ik uh, ben al een aantal weken aan het kijken wat ik, uh, wat ik wil met de, de Skype-groep. Uh, ik heb daar helaas niet het beheer over, of wij hebben daar niet het beheer over. Ik doe dat samen met Nettie Sommers. Uh, en daarom zijn we aan het kijken wat het, uh, wat het prettigste is: uh, een nieuwe groep, of kijken of we het beheer kunnen krijgen over de bestaande groep. Dan hebben we een telegramkanaal. Ik raad iedereen eigenlijk aan om zichzelf ook te abonneren op dat kanaal. Want mocht het een keer zijn dat alle informatiekanalen offline raken, en helaas gebeurt dat nog wel eens omdat ze allemaal met elkaar in verbinding staan, dan is er altijd een kanaal waarbij je ons alsnog kunt benaderen. Dus dat je niet in de paniek hoeft te schieten dat alles weg is. Dan krijgen, het officiële kanaal, of officiële dan krijgen we de officiële site van Unitsky String Technologies, dat is www.ust.inc. Dan krijgen we de officiële site van Anatoliy Unitsky zelf, dat is www.unitsky.engineer. En dan krijgen we als laatste de officiële Facebookgroep. Daarop deel ik dagelijks eigenlijk alle updates en dat is eigenlijk het kanaal waarbij de meeste updates worden gedeeld. Maar ja, zo zie je dat je op verschillende manieren toch op de hoogte kunt blijven van Unitsky String Technologies en de ontwikkeling daarvan. Anatoli Unitsky heeft gisteren een interview vrijgegeven. Het is een interview waarbij ik eigenlijk iedereen aanraad om naar te gaan kijken. Ik realiseer me ook dat er heel veel mensen zijn die het Engels niet, ja, niet, niet heel goed vaardig zijn. Dat is, uh, dat is helemaal niet erg. Uh, wacht heel even. Uh, Skyworld community zal uh, zeker komen met uh, een, een, uh, een manuscript of een, uh, een highlight, uh, iets, hoogtepuntenverhaal. Dat kunnen, kunnen jullie makkelijker vertalen uh, naar je eigen taal. Daarnaast hebben ze vandaag toevallig een, een eerder interview van Anatoli Unitki vrijgegeven, die ze in, uh, in meer dan twaalf talen hebben weten te vertalen. Dus uh, Skyworld Community is echt bezig om te kijken om, uh, om hun participanten uh, zo goed mogelijk te kunnen voorzien van informatie. Uh, ze hebben aan mij ook onlangs de vraag gesteld uh, of ik wil kijken naar de Nederlandse vertaling. Dus en weet dat uh, de Nederlandse vertaling uh, ook onderweg is, maar het duurt even. Omdat ik, uh, Ja, ze vragen mij voor, uh, voor iets meer. Dat is niet om mezelf op de borst te kloppen. Uh, maar achter de schermen ben ik uh, bijzonder druk met uh, ja, eigenlijk. Uh, Ervoor te zorgen dat jullie de beste informatie krijgen en dat alles ook gewoon klopt. Daarnaast zijn ze ook bezig met een trainingsprogramma. Daar zal ik in mijn volgende webinar ook uitvoerig op terugkomen. Daar ben ik ook voor gevraagd om dat ja, eigenlijk te beoordelen of alles klopt. Of ze dat goed in Nederland kunnen lan lanceren. Ik heb aangegeven dat ik het heel belangrijk vind. Uh, Samen met Nettie Sommers, in ieder geval om uh, ja, de informatievoorziening voor jullie uh, zo, zo goed mogelijk te houden. Uh, we realiseren ons dat er heel veel informatie voor jullie afkomt: dat het uh, door de Engelse taal dan wel soms de Russische taal uh, ook niet uh, heel goed te, te begrijpen is. Wij proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat dat uh, wel het geval is. Dat kost soms wat meer tijd. Maar mocht het zo zijn dat jullie een vraag hebben over. Uh, ja, een probleem in het account, dat je ergens niet uh, mee uitkomt, laat het ons al zeer zeker weten. Uh, we zijn er helaas niet meer voor om jullie weer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van Unitsky String Technologies. Uh, daarvoor geven wij 52 webinars in een jaar, uh, om de week of iedere week. Om ervoor te zorgen dat jullie dus ook op de hoogte blijven, dat, je, dat jullie ook alles kunnen volgen. Het uh, kost heel veel tijd om uh, iedereen individueel uh, weer uh, op de rode lijn te zetten. Uh, en vandaar dat we dus ervoor hebben gezorgd en voor hebben gekozen om dus één keer in de week, en dat is vele op de donderdag, uh, een webinar te geven. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie ontzettend, uh, ontzettend, ontzettend. Uh, ontzettend, ik kom niet uit mijn woorden, excuus. Uh, danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Uh, en ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar. Die zal worden gegeven door uh, Nettie Sommers, mijn collega. En zij zal dit doen uh, aanstaande donderdag. En ja, dan hoop ik uh, natuurlijk uh, weer met jullie uh, de nieuwsupdates te, uh, te kunnen delen. Nettie Sommers gaat dat dan doen en ik zal op de achtergrond aanwezig zijn. Uh, rest mij jullie weinig anders uh, dan een fijne avond toe te wensen. En maak er vast een mooi weekend van. Dankjewel en tot de volgende keer.